Er stiet genoeg wien om te zielen, maar dat is voor deze tocht van Maarten en Sarah Plet even geen optie, want even komen ze te volle feeste bregen zien. Goed, zetten ze maar een scootje uit met een lange reis vanuit Oudauer bij het Zoekemar naar Berlijn. Daar dienen ze met zo'n 150 kilo aan dong in groene zakken aan boord. En er is een reden waarom ze dat in Berlijn wel broeken kennen. Omdat een ander schip met bloembollen, 20.000 bloembollen, naar Berlijn vertrekt. En dat is een geschenk van de Nederlandse bloembollenkwekers aan de stad Berlijn. De gelegenheid van het 25 jaar, de herdenking van de 25 jaar geleden dat de muur gevallen is. Dat ze wat de hele buurt het twaalf komt uitzwaaien, had greep wat te krijgen met de kwaliteit van de oranjekoeken of de grote afstand van de reis. Maar ik het bijzondere karakter van de tocht speelt het greep een rol. Want met nog drie oren historische zielskeppen worden er vijf patten van de Berlijnse morren mee veromnaam. Er zit een ideaal achter. De kern van de stichting, het idee, dat is dat wij muren die bestaan zouden willen afbreken. Of een klein steentje daartoe bijdragen. En een symbool van een afgebroken, omgevallen muur gaan wij nu ophalen. En ze hebben daar het er uiteindelijk een scootje in Berlijn. Het laatste pad van de reis kan dan alle gedachten worsteld worden. En de waaromreis hoe de ESC ek. Daarna hebben we vijf stikken Berlijnse morren in Nederland. Maar daar bloot het net bij. Allereerst gaat die muur naar Amsterdam. Zodat hij daar op 9 november aanwezig is bij een feest. Van het Goethe-instituut en het Nederlands-Duitsland-instituut. Het feest van de muur, de muurval. En daarna krijgen ze een plaats in Nederland. Mogelijk is er al een stik morren te zien bij de komende strontreis in Warkum. Maarten en Sarah hebben al voorbeelden van plakken dat morren verdwijnen moeten. Zoals Saudi-Arabië en Mexico. Maar daar een stik morren in de farine scootje Gitte 4. Nou, niet met een scootje. Nee, niet met een scootje. Nee. Nee, dat doen we maar niet. Nee, dat laten we misschien een andere over. Ja. Tja, Berlijn is ik wel vier genoeg.